Het was natuurlijk niet echt een verrassing, maar je behoudt je ster. Oh, nou, scherven brengen geluk. Jeetje, min. Het was eigenlijk al een jaar dat door de coronacrisis in Diggelen lag. Toch kan bij hotel-restaurant Merlet in Schorel de champagne vandaag open. Ze behouden namelijk hun Michelinster. En ondanks het feit dat die ster al 23 jaar aan de muur pronkt, is het nooit een vanzelfsprekendheid. Oh nee, zeker niet. Nee. Je weet gewoon dat je dag in dag uit je uiterste best moet blijven doen om ervoor te zorgen dat je je ster mag behouden en je kwaliteit kan blijven leveren. En het is nooit een gelopen race. De bekendmaking van de Michelinsterren verliep niet helemaal op rolletjes. Dit weekend werd per ongeluk al bekend wie er een ster bij zou krijgen via de app. En ook de presentatie vandaag liet te wensen over. Ik wacht nu gewoon op een instructie, want ik weet het nu zelf ook even niet meer. Ja, dat was natuurlijk al amateuristisch. Ik denk als wij een avond in mijn zaak zouden organiseren zoals hier vandaag als presentatie was, dan had ik mijn ster kwijtgeraakt. Dat weet ik wel zeker als hier een inspecteur had gezeten. De ster is dus binnen, maar op dit moment kunnen alleen hotelgasten van een sterrendiner genieten vanwege de lockdown. Toch houden Carla en Martin hoop op betere tijden.